Jongens en meisjes, vaders, moeders, opa's en oma's, we zijn hier op het Concordiaplein. En middels van info heeft een aantal mailtjes gehad dat de staf wellicht hier verstopt is. Wij gaan nu zoeken en kijken als de staf hier is. En als ik hem heb gevonden, dan brengen wij hem zo snel als het kan naar Sinterklaas. Maar ik zie hem niet. Ik zie hem niet. We gaan zoeken. Kijken jullie mee? Jongens en meisjes, we gaan nu kijken of we de staf van Sinterklaas hier bij de Hippolytische Kerk kunnen vinden. Het is een oude grote kerk met vele hoekjes. Dus of dat gaat lukken, ik weet het niet. De cameraman gaat met me mee en ik ga kijken. Hier zie ik nog niks. Jongens, zien jullie hem? Help me dan mee. Ik zie hem nog steeds niet. Weten jullie nog wel dat vorig jaar Zwarte Piet hier cadeautjes uit de schoorsteenkerk gooide? Dat was toch ook leuk. Maar nu ben ik op zoek naar de staf. Ik zie nog steeds geen staf van Sinterklaas. Het wordt wel spannend. Hoos, wat zie ik hier? Jongens, kijk eens. Wat ik heb gevonden. De staf van Sinterklaas. Die gaan we zo snel we kunnen naar het Sinterhuis brengen. Dan is nu straks alles compleet. Ik ga nu zo snel ik kan naar het Sinterhuis. Kijk eens, wat een mooie staf. Wat fijn dat die weer terug is. Dankjewel voor jullie mailtjes en voor jullie meezoeken. Dankjewel ervoor. Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas! Wat is er aan? U raadt het niet. De staf is gevonden. Mijn staf? Inmiddels hem. Mijn staf? Ja! En hoe vindt u dat? Waar hebben ze hem gevonden? Bij die rare man? Nee, die rare man was er niet bij. Maar hij lag onder de Hippolytuskerk. Die hele grote kerk in Middelstum? Die hele grote waar de wijzerplaten net van zijn vernieuwd. Of zijn geschilderd. Zo. En, maar wie heeft hem gevonden? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik moet even... ik ga contact opnemen met Jannes. En hoe krijg ik mijn staf? Ja, dat gaat meneer Jannes regelen. Dat weet ik allemaal niet. Wees nou eerst eens blij dat de staf nou, is terug. Daar ben ik blij. Nou, volgens mij is dan alles goed geregeld voor morgen. Want we hebben... Cadeautjes. Cadeautjes. Check. Pepernoten. Check. De vlaggen. De vlaggen. Gaat heel, heel goed, heb ik gehoord. Ja? Oh, super Sinterklaas. Maar ze moeten wel hard zingen. En goed met die vlaggen zwaaien inmiddels. Okay. En die grote M laten zien, hè. En want anders? Ja. Anders stop ik niet. En dan vaar ik gewoon door. Dan krijgen de kinderen geen cadeaus. En dat willen ze echt niet, kindertjes van Middelstum. Ja, maar ik heb er heel veel vertrouwen in. Okay. Dat ze komen en zingen. En heel blij zijn dat Sinterklaas komt. Okay, dus staf, pepernoten, cadeautjes, vlaggen. Alles is geregeld volgens mij. Ik ga nu naar Jannes om de staf te halen. Goed, ja? Verheug ik me op. Okay. Sinterklaas! Ja? Meneer Jannes van Middelstum komt de staf zo meteen mee. Oh, laat hij maar even binnenkomen. Nou, komt u maar verder, meneer Jannes? Sinterklaas! Kijk! Sinterklaas! Wat fijn dat ik u nu al zie. Ja, en ik ben ook heel, heel erg blij met jou. Ja. Want jij hebt iets bij je waar ik heel, heel, heel erg blij mee ben. Kijk eens, weet je waar ik die gevonden heb? Nee. Onderaan de Hippolytestoren. Verstopt in een hoekje. Zo, en was er iemand bij? Nou, ik heb gehoord, we hebben een mailtje gekregen van een zekere Patricia. Die zei, er was een hele rare man,
met een hele rare cape om. Was u die rare man, meneer Jannes? Nee, nee, nee. Nee, oh, dat een hele bijzondere man. Was. Nou, okay. Het maakt me verder ook niet uit. Hij is er weer. Hij, en dat is het allerbelangrijkste. Nu kan ik morgen met mijn staf, met mijn boot, lekker door Middelstum. En dan kan ik stoppen in de haven en de kinderen cadeautjes geven. Zo is dat, Sinterklaas. Anders kon ik niet lopen in Middelstum. He? Ik ben hier heel erg blij mee. Oh. Dankjewel, Jannes. Sinterklaas, tot morgen, hè? Tot morgen, hoor. Dag, morgen. Jannes, dus dank u wel, dank u wel. Tot morgen. Tot morgen. Morgen. Ik ga Sinterklaas nog een beetje netjes aankleden en dan... Komt het allemaal goed? Dan gaan we, Sinterklaas. Ik heb zin aan morgen. Yes. Oké. Okay. High five, Sinterklaas. Oké, okay, we doen het weer. Ja, we gaan ervoor. Jongens en meisjes, vaders en moeders, opa's en oma's, nog maar één nachtje slapen en dan komt Sinterklaas morgen hier in het haventje. En wat een goed nieuws. Hij heeft zijn staf terug. Een gemene man had hem verstopt bij de Hippolytuskerk. Maar gelukkig, dank je wel ervoor, kregen wij heel veel mailtjes van jullie en zodoende konden wij de staf weer terugvinden. En wat worden er al veel vlaggen gemaakt. Vandaag kregen we weer een vlag van Chantal. Ik zal hem even laten zien. Chantal heeft ook een hele mooie vlag gemaakt. Het stokje moet er nog aan. En daar gaat Chantal morgen mee zwaaien. Wij mochten ook de vlag van Chantal even lenen. Dus alles is nu geregeld, jongens. Allemaal graag tot morgen om 1 uur bij het haventje. Dan komt Sint hier met staf. En met heel veel zwarte pieten. Dit was het laatste Sinterklaasjournaal. Allemaal bedankt voor het kijken. En tot een andere keer. Doeg! Hij komt, hij komt, hij komt de goede Sint.